Goedendag, Frans Riessen, ik ben lijsttrekker voor GroenLinks. Ik ben Annette Brouwers, 59 jaar. En we staan hier voor het Elisabethstift in de stromende regen als de diehards van Team GroenLinks Kirchhoff. Nou, waarom zijn we nu hier bij Elisabethstift als partij GroenLinks? Omdat in dit project allerlei onderdelen bij elkaar komen die ook onderdeel uitmaken van ons partijprogramma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het duurzaam verbouwen. Het duurzaam verbouwen, het betekent dus ook het hergebruiken van materialen. Dat wordt hier in dit project zeker nagestreefd. Dat is ook iets wat GroenLinks zou willen. Wonen, zorg, duurzaam verbouwen, het komt er allemaal in terug. En dat is precies wat wij zo graag zouden willen, dat alle inwoners van Kerkrade op deze manier daar een voordeel van zouden kunnen hebben. Wat willen wij nog meer als team GroenLinks Kerkrade? Wij willen weer een kritische stem worden in de gemeenteraad van Kerkrade. De afgelopen jaren is heel veel geld besteed aan de stenen. Ons prachtige Kerkrade is bijna klaar, dus nu weer terug naar de mensen. Want wat mij als moeder heel erg aan het hart gaat, is dat wij als Kerkrade nog heel slecht scoren voor wat betreft kinderarmoede. En dat mag in onze mooie stad toch niet zo zijn. Dus daarop willen wij ons ook gaan focussen. En daarom staan we hier, Frans en ik, namens Team GroenLinks Kerkrade, samen voor de toekomst van Kerkrade, voor onze jeugd en voor onze ouderen.